De officier van justitie, Cynthia Klein, heeft vandaag 5 jaar celstraf geëist tegen Guinmado Cromosuto, gewezen directeur van de Surinaamse Postsparbank. Dit met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van 150.000 SRD of nog 12 maanden hechtenis. Het Openbaar Ministerie stelt dat alle feiten waarvoor Cromosuto terecht staat duidelijk bewezen zijn. De vervolging zegt dat de gewezen directeur was aangesteld als leidinggevende om de belangen van ex-financiënminister Gilmer Hoefdraad te behartigen. Hoefdraad is op de vlucht en wordt gezocht door de justitiële autoriteiten. Hij wordt evenals voormalig juridisch directeur van de Centrale Bank van Suriname, Farenas Housel, verweten van ambtsovertredingen. De openbare aanklager stelt dat de handelingen van Cromosuto de staat financieel ernstig hebben benadeeld. De advocaten houden op 29 juni hun pleidooi.